Welkom in Utrecht. Een beetje raar misschien, maar de Universiteit van Tilburg zit ook in Utrecht. Ik neem je mee naar de theologische faculteit, de Tilburg School of Catholic Theology. Die is gehuisvest in twee historische panden aan de Nieuwegracht met het Museum Catharijnenconvent in het midden. Kijk daar. Hier komen docenten om te werken en te vergaderen. En hier is het kantoorgedeelte met kamers voor de decaan en de directeur, enkele stafmedewerkers en het faculteitsbureau. Sanny Vos en Rob van Amerongen. Welkom op de Nieuwegracht 61. Hier huisvest het secretariaat. Mocht je de faculteit bellen, dan krijg je mij of mijn collega Sanny Vos aan de lijn. Heb je vragen over het onderwijs, dan ben ik ook altijd bereikbaar. Via mail, per telefoon of kom gewoon even langs. Men zegt wel eens dat ik alles weet. Helaas is dat niet zo, maar ik probeer wel altijd een oplossing voor je te vinden. Als je hier bent, kijk dan maar eens goed rond. Je krijgt dan vast van iemand het verhaal te horen over een oude balk met originele beschilderingen, de pronkkamers beneden of over de speciaal aangelegde tuin met een heuse eeuwenoude waterkelder. Welkom op de onderwijslocatie van de TST. Welkom, ik ben de huismeester van Nieuwegracht 65 en het eerste aanspreekpunt voor studenten en medewerkers. De kantine is daar. De kantine is in de werfkelder. Die is een paar jaar geleden grondig verbouwd, inclusief een aantal studieplekken. En er is een deur naar de kade. Daar kan je met mooi weer buiten aan de gracht zitten. Hoi, ik ben de studieadviseur. Ik help jou graag met jouw vragen over jouw studie. Deze faculteit is niet zo groot. Dat heeft als voordeel dat je makkelijk contact kunt maken met docenten en medewerkers. Je bent hier van harte welkom. Verder is dit gebouw het onderwijsgebouw. Met lokalen voor colleges, enkele spreekkamers, een muisstil atelier waar promovendi en docenten werken, de lerarenkamer van FHTL. Dat is de HBO-opleiding voor docenten godsdienst en levensbeschouwing, waar we veel mee samenwerken. En je ziet, het gebouw wordt coronaproof. Want studeren kan je thuis en online, maar we vinden het heel belangrijk dat je ook terecht kan op de faculteit. Voor college, voor studie en voor ontmoeting. Welkom, ik ben de coördinator van de bachelor en geef ook de cursus Theologische Werkplaats in het eerste jaar met veel aandacht voor studievaardigheden. Studeren is een vak apart, maar je krijgt het zeker onder de knie. Mijn ervaring is dat met hulp van je medestudenten en al mijn collega's hier op de faculteit bijna elke student erin slaagt om een eigen goede manier van studeren te vinden. Kenmerkend voor de faculteit zijn korte lijntjes. Dus docenten, studieadviseur kun je heel makkelijk aanspreken. Kleine en diverse groepen. Jong, oud, man, vrouw, zwart, wit, protestant, katholiek, heel gelovig, klein beetje gelovig, helemaal niet gelovig. Theologie is een studie die jou intellectueel en persoonlijk zal uitdagen en zal verrijken. Je kunt bij ons meer dan studeren alleen. Je kunt lid worden van de studievereniging ad interim of werken als studentportier of als lid van het eventteam. Genoeg te doen dus. Tot ziens!